Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Jordi is naar school. Ik heb de tractaties zeg maar, voor de juf heb ik meegegeven. En ze zou het aan iedereen uitdelen. En Liam en Sam zijn thuis. Ik heb fruit gemaakt. Mijn was al aangezet. Ik heb mijn vaatwas al uit en ingeruimd. Ik heb er van alles gedaan. Dus ja, sta ik even een boterham eten en dan... kan de dag voor mij beginnen. Nou, we moeten vandaag Jordi op gaan halen. Dit is dus hoe zo'n dag, zeg maar, na een druk weekend eruit ziet. Ik kan niet veel van Liam vragen, want dan raakt hij al over de zeik. Hij wil niet buiten spelen. Sam idem dito. Alleen Sam kan het iets beter handelen als dat zijn broer het kan. Jordi die was vanochtend helemaal koekoek. Die wilde dus niet. Hij wilde hem niks. Dat maakt ook niet uit. Maar dit is dus hoe het leven hier is. Hij kan zijn draai niet vinden. Hij zit niet lekker in zijn velletje. Hij is in zijn hoofd heel erg druk. Ja, dat. En heel eerlijk gezegd, ik ben ook kapot moe. En... Oh. Ik ben blij dat ze vandaag niet zo druk zijn. Maar ik ben vooral blij... dat het vandaag niet zoveel janken is als normaal. Normaal is het echt veel meer gehuil en gedoe. Maar goed, ik moet vandaag Jordi op gaan halen met de kinderen. En dan zijn we gewoon lekker thuis. En dan moeten we niks, mogen we alles. Daar heb ik weer. Als je heel goed kijkt. Kijk hoor. Zie je daar een rood lijntje lopen over mijn nagel? Nou, daar is hij afgebroken. Ik heb het allemaal zover teruggeveld en kort geveld, ontsmet. En nu moet het even een paar dagen rusten en even een paar dagen niks. Want anders heb ik daar kunnen ontstoken vinger. En dat is niet wat we willen, dus dat. Ik ga even verder met eten. We eten rustig rondjes met schnitzel en worteltjes. Dus de worteltjes had ik al gedaan. Maar oh, die deed je voorbij. Ik ben brood aan het smeren. Niels zit te leren. Die heeft van de week... wat heb je van de week? APK. Oh, APK-examen is gewoon zo'n her-examen. Oh, ik heb spraak gebruikt. Maar goed, ik ben brood aan het smeren voor Jan en Anneman hier in het huishouden. Want alleen Sam is morgen thuis. Ik ben net eventjes klaar met Liam zijn broodtrommel. Daar heeft hij... koekjes, oh echt spreek. Worteltjes en die lavashkerie kaasjes. En tegenwoordig wil hij zelf dingetjes smeren op een klein, ja hoe noem je dat, hè? Een klein doosje achter iets. Dus hij krijgt van die gekookt crackers. En dan heb ik jam, appelstroop en kruidenkaas. Vindt hij lekker. Ik doe het wel afwisselen, want dan gaat hij bijvoorbeeld de dag daarna krijgt hij anders smeerseltjes zoals pindakaas of weet ik veel, smeerkaas, wat hij maar wil. En dan is Liam zijn broodtrommel klaar. En dan ga ik nou verder met de broodtrommel van Jordi. Van Jordi is ook klaar. Jordi heeft 3 boterhammen met pindakaas en stukjes gesneden. Dit krentenbolletje, dat heeft hij als extra. Als hij zijn fruit niet wil eten, dan krijgt hij dat krentenbolletje. En ja, elke dag als ik de broodtrommel in de vaatwasser doe, dan heeft of Joef geluk, of de vuilnisbak. Of Liam, want Liam wil hem ook nog wel eens hebben. Dus ja, dat. Dat was Jordi. Dan ga ik Niels zijn broodtrommel doen. Dit is de broodtrommel van Niels. Niels heeft 2 tosties met kaas en gerookte kipfilet. En dan heb ik ook nog een boterham met kruidenkaas en gerookte kipfilet. En dan heb ik watermeloen, kersen die ik nog had en aardbeidjes. Ik heb ook gelijk heel eventjes het bakje fruit voor Jordi afgemaakt. Hier zitten watermeloen en aardbeidjes in.
dus. Die is ook klaar. En voor Liam. Liam heeft standaard watermeloen, omdat dat het enige is wat hij op school wil eten. En ik doe er altijd fruit naast. En ik had ook druifjes, dus ik heb druifjes erbij gedaan. Dit ga ik allemaal in de koelkast zetten, maar echt even afdoen. En dan ben ik klaar met de dag. Dan hou ik het voor gezien. Want ik ben kapot moe. En voor de mensen die denken, hoe gaat mijn neus? Ik heb nog steeds last van mijn neus. Ik ben wel verkouden, dat wel. Maar van binnen lijkt het nog steeds best wel dik te zijn. Het is ook van binnen is het ook vrij beurs, zeg maar. Dus het is zoals het is. Maar dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ik ga alles eventjes lekker opruimen en afdoen. Dan hou ik het voor gezien. Een hele goede morgen. Ik heb Jordi en Lian naar school gebracht. Sam is lekker thuis. Bij mij. We hebben net even een broodje gehaald. Een paar boodschappen gedaan. Vandaag eten we kapsalon. A la Mandy. En daar moest ik een paar dingetjes voor halen. Dus dat hebben we gedaan. En vanavond ga ik even kijken wat ik nog allemaal in de vriezer heb zitten. Zodat ik daar ook nog wat mee kan doen. Maar voor nu gaan we vandaag kapsalon eten. Ik heb kippendijfilet gehaald. Even vers gewoon. Want ik had gewoon geen zin om al moeilijk te gaan zitten doen. Dus ik ga even mijn boodschappen opruimen. Dan ga ik even een broodje eten. Ik heb Sam al een broodje gegeven. Ik heb hem namelijk omgekocht. Want hij was hartstikke verdrietig dat hij niet naar school ging vandaag. Dus toen zei ik van nou, dan ga jij en ik een broodje halen. Ja! Dus nou, dat hebben we gedaan. Ik heb mijn verplichting voldaan. Hi. Er gaat niks boven. Dan gewoon een hele ochtend lekker knuffelen met jou, hè. En dat zijn we ook de hele tijd aan het doen. Ja, filmpje kijken en knuffelen, hè. Ja. Ja. Dus kijk eens. Ja, kom, zie jij. Ik weet dat jouw filmpje daar ligt. Daar heb ik net rondgelopen, maar dan kom je weer even lekker knuffelen. Want het is nu eventjes voorlopig de laatste keer dat wij samen zijn alleen. Helemaal alleen. Zonder je broers. Sorry. Oh, wat sorry. Oh, Chichua. Nee, we gaan geen Chichua luisteren. Splats. Oh, oké. Okay. Splats. Chichua, 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 Chichua. Meneer Chichua, ik hou van jou. Ik? Oh. Van? Jou. Ja, ik hou ook van jou. Maar ja, wij zijn dus de hele ochtend lekker aan het knuffelen en aan het doen. Want volgend schooljaar gaat deze grote vent ook 4 dagen. En dan hebben we geen knuffeltijd alleen. Dus nu moeten we vandaag nog eventjes heel veel knuffelen. Maar daar zijn we nog samen. En dan nemen we het even van je. Ja? En maken. Wat maken? Nee, niet maken. Maken niet. Nee. Lekker knuffelen. Ik? Hoe? Van? Jou. Jou. Ik hou van jou. Ik heb intussen twee kinderen van mij opgehaald. Hier ligt er eentje. Die is totaal overprikkeld van vandaag. En dan heb ik er daar ook nog eentje. Die heeft vandaag veel gepoept en gedaan. En die is een paar keer doorgelekt. Kan gebeuren. Maar goed. Ik kan nu eventjes niks doen. Want meneer wil mama bij zich hebben. Dus ik ben even verplicht met zitten. Sam die vond het knuffelen vandaag zo geweldig dat hij maar in slaap is gevallen. Dus die ligt nu even te slapen. Die maakt daar wel wakker. En voor de rest, zien we wel hoe het loopt. Je gaat dan zo liggen. Ja, goed liggen. Een hele goede morgen. Ik heb vanochtend kinderen naar school gebracht. Daarna ben ik heel eventjes naar de Kruidvat geweest. Want ik moest even een paar dingen
halen, zoals luiers en dat soort dingen. En ik moet een bed nog afhalen. Dus dan zijn we nu ook maar gelijk even aan het doen, zodat dat ook weer aan kan. En ja, en voor de rest, ja, ik weet het ook niet. Ik ben nog steeds verkouden, ik kom gewoon niet vanaf. Ik weet het niet, hoor. Maar goed, dit zijn dingen die ook moeten gebeuren. En ik was het al heel de tijd aan het uitstellen. En normaal doe ik altijd alles in de wasmachine en in de droger. En dan pas maak ik alles weer op. Maar mijn plan is nu om gewoon even een keer iets anders op bed te doen. Moet ook wel eens gebeuren. Dus dat is wat ik nou ga doen. Ook met de bedden van mijn kinderen. Deze. Ik had net mijn oortje ingedaan om een podcast aan te zetten. Toen dacht ik, hé, ik ga ook eens even nog filmen. Zo had ik niet in bed gekleurd. Ja, dat. Dus ik ga even alle bedden afhalen en opmaken. En dan en gaan we het zien. Weet je wat trouwens heel velend is? Hè? Ik slaap aan deze kant, hè? Dus de schuine kant. En ja, als Niels hier gaat slapen, dan stoot hij nog vaker zijn kop als dat ik het doe. Maar hoe vaak ik mijn kop al hieraan gestoten heb, jongen. En dat is niet erg, maar dat is gewoon, dat is grappig. Want elke keer als mijn kop stoot, dan hoor je, ah, kut. Of, ah, verdomme. En dan hoor je Niels, stoot je weer je kop. Dus dat. Maar goed, ik ga deze bedden goed even in de was doen. En dan even beneden alle bedden afhalen. En even opmaken. En dan, ja, dat. Nou heb ik zelf altijd een tik. Ja, ik heb een tik. Ik heb hier mijn beddengoed allemaal liggen. Dat is voor ons. Dit is voor de kinderen. En deze voor de kinderen. Maar dan heb ik altijd een tik. Dat sowieso als ik een andere doe bij Liam. Die draait koek koek. Die vindt het niet leuk. Die gaat niet slapen. Maar Sam bijvoorbeeld, die is op dit moment gek van Paw Patrol. Dus die krijgt Paw Patrol. Liam. Die heeft op dit moment twee waarvan hij zelf denkt van dat zijn degene die ik wil. Dat is deze en eentje met turtles. Schildpadden, dat. Die vindt hij oké. Dus Liam heeft sowieso die. Er zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Want dat kind, als hij niet heeft zeg maar, wat dat hij graag wil,
Dan, natuurlijk onderleggers heb ik ook altijd bij de kinderen. Maar ja, Jordi die maakt helemaal geen flauwsaus. Die boeit het echt niet. Maar ik wil ook wel eens een keer gewoon iets afwisselen. Dan heb ik hier, deze is sowieso voor Sam. Dat is Peppa Pig en daar is hij ook gek op. Maar dan heb ik hier vliegtuigjes. Ik ga jullie even neerzetten. Vliegtuigjes. Die kan ik bij Jordi erop doen. Maar gezien het feit dat dat allemaal goed gekleurd is op dit moment, zeg ik van nee. Dan heb ik hier Bert en Ernie. Dat is eigenlijk een beetje mijn backup. Want als er dan iemand blijft slapen en die hebben snel, dan pak ik meestal die. Wat heb ik hier? Oh, hier heb ik iets met Cars. Maar deze heb ik ook al even liggen. Ik heb hier ook nog alle planeten. Dus laten we die voor Jordi doen. Jordi vindt het niet erg als ik afwissel. Liam die heeft echt van, ik wil één van die twee. Sam vindt het op dit moment gewoon leuk om Paw Patrol of Peppa Pig te hebben. Of die ik er net heb afgehaald, vindt hij ook prima. Jordi boeit het allemaal niet. Dus om een keer te afwisselen voor Jordi, voor in mijn hoofd, doe ik die. Nou moet ik natuurlijk nog voor mezelf. Even kijken, gaan we voor donker of gaan we voor licht? Ik ga voor donker, denk ik. Maar wel met een licht dekbed. En ik heb nog twee donkere boven liggen van het weekend. Dus deze doen wij deze keer op bed. Hebben we ook een keer iets anders. Want ja, hè. Altijd met hetzelfde is ook zo saai. Dus die gaat op ons bed. Dan ga ik nu alle bedden weer opmaken. Wat wel is, dat al mijn kinderen specifiek hun bed opgemaakt moeten hebben op een bepaalde manier.
Dat dan weer wel. Want Liam die wil het graag zoals ik het heb gedaan nu. En dat is niet omdat ik het vanaf dag 1 zo doe. Nee, hij gaat het anders zelf goed leggen op die manier. Dus ik heb dat af zitten kijken en hij vond dat zo het beste en het fijnste. Prima jongen, als jij het zo wil, doe ik het zo. Als jij zo gelukkig slaapt, dan vind ik het helemaal goed. Dan heeft hij echt op zijn gemakje zitten doen. Maar ja, dat kost zoveel tijd. Dat, ja, dat is leuk, maar daar heb ik geen tijd voor.
Zo, nou hebben jullie gezien hoe dat ik mijn bedden opmaak. Tada! Ik ben geen professionele beddenopmaker. Anders had ik dat beroep wel gekozen. Dus, ik weet niet eens of het een beroep is. Maar goed, dat is in ieder geval wat ik heb gedaan. De reden dat Sam met zo'n zijlig kussen ligt is heel simpel. Sam doet net als mij wat ik vroeger deed in bed. Heel mijn bed rond. En ik had altijd blauwe bult op mijn hoofd. Van het stoten aan de muur. Dus ja, om dat te voorkomen hebben we dit gedaan. En het werkt voor hem. Dus dat is goed. Ja, dat. De bedden zijn weer verschoond. Godzijdank. Ik heb de bibbers, dus ik ga lekker eventjes voor eten. Zodat ik mijn suikers aanvul. Want ik weet niet. Ik weet niet wat ik de laatste tijd heb. Ik heb gewoon... misschien eet ik ook wel niet genoeg. Wie zal het zeggen. Maar voor nu ga ik even eten. Ik heb iedereen weer opgehaald. En Liam die zit eventjes bij mij. En ik ben ondertussen zijn voetjes aan het masseren. Wat ik hier heb zitten, ik heb geen idee. Lijkt wel een koortslip. Dus ik ben al de kindjes geen kus aan het geven. Maar goed. Het is zoals het is. Mijn immuunsysteem is ook niet best op het moment. Maar goed, oké. Okay, prima. Top. Een hele goede morgen. Ik heb vanochtend Liam, Jordi, Sam naar school gebracht. Toen heb ik een hele hoop van Jordi teruggekregen naar huis. Zodat ik dat alvast kan opruimen. En dat ik dat morgen niet allemaal mee hoef te sjouwen. Daarna ben ik heel even boodschappen gaan doen. En toen ben ik thuis gekomen, heb ik even alles gauw wat in de vriezer en in de koelkast moest. Gauw in de koelkast en in de vriezer gedaan. Toen ben ik gauw naar de fysio gegaan. Vanuit de fysio kreeg ik te horen dat als het goed is, een vriend van ons, die was gisterjarig, Steve Speetom van Jordi, dat hij als het goed vanavond thuis is. En ik had afgesproken met Niels dat ik vandaag een cadeautje zou gaan halen. Maar ik kwam niet bij een kruidvat in de buurt, dus ik ben even hier naar de kruidvat geweest. Cadeautje gehaald. Moet ik daar even inpakken. Dus uit naam van Jordi heeft hij dan een cadeautje. En nu zit ik heel even op de bank met een broodje. Want het is inmiddels alweer 12 uur. Dus ja. En ik heb hier een schooien. Ga je brokken eten of zo? Ga niet bij mij schooien. Wegwezen. Je hebt brokken daar staan. Move. Dus dat. Ik ga even eten. Ik heb heel de Bambix-bende weer opgehaald. Ik ga lekker even hun eigen ding aan het doen. Ze hebben hard gewerkt op school, had ik gezien op de foto's. En ja, dat. Ik ben ondertussen gewoon even wat dingetjes nog aan het opruimen. Zoals de tassen van Jordi die ik terug heb gekregen van school. Even leegmaken, opruimen, et cetera. En dan... ga ik even de vaatwas uitruimen. Boterhammers erin, et cetera. Dus ik heb nog wel even wat te doen. We zijn even nog naar de verjaardag geweest van de peetoom van Jordi. Ja. En hij vond het cadeautje leuk. Ik had parfum gekocht en een douchegel en een deo. Kun je nooit verkeerd mee gaan, denk ik. Nee. En toen zijn we naar huis gegaan. We zijn de kindje naar bed gegaan. Brood gesmeerd. IJsje gegeten samen. En de kinderen liggen te slapen. En wij zitten lekker op de bank. En wij gaan zo ook naar bed. Zeker. Even douchen nog. En morgen is de laatste schooldag van Jordi. Nee. Dan heeft hij zomervakantie. Van Liam en Sam duurt nog een weekje langer. Maar dat komt omdat het niet echt school is. Mm-hmm. Maar goed. We gaan zien hoe het morgen allemaal loopt. Ik heb een drukke dag morgen. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.